Poppen maken is een hobby die veel inspiratie en fantasie onderstelt. Het knutselen zat Simon Ketelbuters uit Heverlee van kindsbeen af al in het bloed. En haar vrije tijd wist ze sindsdien creatief te bezigen met onder meer wandtapijten, email en klei. Zowat 5 jaar nu maakt Simon fantasiepoppen. Op een eivormig piepschuim bolletje wordt formo, een vederlicht maar zeer sterke soort klei, aangebracht waaruit een hoofd wordt gepoetseerd. Ook de ledematen worden uit deze grondstof vervaardigd. Daar deze hoofden en ledematen uit de aard van het gebruikte materiaal een droogtijd van ongeveer 1 week vereisen, werkt Simon steeds aan meerdere poppen tegelijkertijd, zonder daarom afbreuk te doen aan de diversiteit ervan. Met ijzerdraad in de gewenste houding te plooien, wordt het geraamte van de pop gevormd. Het skelet wordt opgevuld met opgeplooid huishoudpapier, samengehouden door reepjes steep, tot het lichaam de gewenste vorm vertoont. Hoofdjes en ledematen kunnen worden beschilderd met verschillende soorten verf, plakkaat, acryl of waterverf worden hierbij gebezigd. Ook voor het aankleden van de poppen zijn er verschillende technieken waarbij allerhande afvalmaterialen worden gebruikt. Zorgvuldig gekozen lapjes stof kunnen met behangpap worden ingewreven. Eenmaal droog past het kleedje nauwkeurig rond het lichaampje in de vooraf gekozen plooien. Een meer tijdrovende manier bestaat erin de kleedjes te naaien. Kapsels, hoedjes, schoentjes en ander toebehoren geven uiteindelijk aan iedere pop een eigen persoonlijkheid, uniek bij elke nieuwe creatie.